Universiteit van Nederland. Ik heb hier een potje zout. En ik heb hier een potje water. Dit is Joey Aerts. Als ik die bij elkaar gooi... Hij heeft een opvallend simpele oplossing voor ons energieprobleem. Dan zie je de stoom ervan afkomen. Zout en water. Dit is de basis van de zoutbatterij. De zoutbatterij. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar aan de TU Eindhoven denken ze dat deze uitvinding ons kan helpen met het opslaan van energie. Iets dat nu nog een groot probleem is. Dit is hij dan, onze eerste zoutbatterij. Een apparaat ongeveer zo groot als een flinke vrieskast. Met wat zwarte buizen, 1 vat water en 1 vat zout. Het is de bedoeling dat dit straks in je huis eigenlijk de centrale verwarming die je nu hebt, dus je gasgestookte cv-ketel, die wordt hier eigenlijk door vervangen. Het grote voordeel van dit systeem is omdat we natuurlijk zout gebruiken. En zout, eigenlijk het is overal. Hè. Het zit in de grond, zout zit in je lichaam, je gooit het zelfs op je eten. Dus het is heel veel aanwezig en het is heel goedkoop. En het heeft dus nog een superkracht. We kunnen er energie in opslaan, die we bijvoorbeeld opwekken met zonnepanelen en windmolens. Als het aan wetenschappers ligt, heeft iedereen straks zo'n zoutbatterij in huis staan. Veruit, de meeste energie wordt gebruikt om je huis te verwarmen. En op dit moment wordt heel veel van de energie, van de warmte die we nu gebruiken om je huis te verwarmen, nog steeds opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. En fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, zijn niet goed voor het milieu. We hebben natuurlijk de doelstelling om in 2050 om dan klimaatneutraal te zijn. En we zijn al wel goed bezig. We bouwen windparken, plaatsen zonnepanelen op ons dak. Maar we hebben wel een probleem. Al die groene energie kunnen we nog niet bewaren of opslaan. Want we produceren op dit moment heel veel energie. Eigenlijk op het moment dat we die nodig hebben. Bijvoorbeeld in de zomer kan ik met mijn zonnepanelen heel veel energie opwekken. Alleen die energie die ik dan opwek, die heb ik dan ook niet nodig om mijn huis te verwarmen. Dat heb ik pas in de winter nodig. En wat doen we dan met die energie? Ja, eigenlijk wordt die energie nu verspild. Die wordt teruggeleverd bijvoorbeeld aan het stroomnet. Of je zet je zonnepanelen uit omdat je te veel energie produceert. Eigenlijk komt het erop neer dat we alle energie die we opwekken direct moeten gebruiken. Zo gaat onze waardevolle energie te vaak verloren. Ja, eigenlijk wat je wil is op de momenten dat mensen niet zoveel stroom gebruiken. Dus bijvoorbeeld in de middaguren als iedereen op zijn werk is. Maar de zon wel het hardste schijnt. Dan wil je eigenlijk dat je die energie dus kunt opslaan. En ook kunnen gebruiken op een later tijdstip wanneer je dus niet genoeg kunt opwekken. Bijvoorbeeld in de winter. Want anders is het eigenlijk gewoon verspilde gratis energie. En er is nog meer verspilde gratis energie die we gewoon laten liggen. Er is sowieso al heel veel energie in de vorm van warmte die eigenlijk al bestaat, maar die wij gewoon niet gebruiken. En dan moet je denken aan fabrieken bijvoorbeeld. Je hebt ze vast gezien langs de snelweg, die grote koeltorens waar de grote witte wolken uitkomen. Dat is gewoon warmte die verdwijnt in de natuur. Als jij die warmte gewoon kunt gebruiken, dan is er zoveel warmte beschikbaar van die fabrieken, dat we daar dus echt hele dorpen mee van warmte kunnen voorzien. Wat nu gewoon weggegooid wordt in de natuur of in de lucht. We zouden deze verspilde energie technisch gezien al kunnen opslaan. Met bijvoorbeeld accu's en batterijen. Maar die zijn nu nog zo duur dat dit niet aantrekkelijk genoeg is om te installeren. Nou, er zijn op dit moment te veel zeldzame materialen voor nodig. Dus er zijn niet genoeg materialen beschikbaar om de hele wereld te kunnen voorzien. Ze zijn niet efficiënt genoeg. Als ik ze vandaag oplaad, dan zijn ze eigenlijk volgend jaar zijn ze weer leeg. Ze kunnen niet verliesvrij opslaan. En naarmate ik ze meerdere cycli ga gebruiken, dus vaak oplaad, ontlaad, dan worden ze steeds slechter. Ja, in je telefoon merk je gewoon na 2 jaar dat de batterij het stuk minder goed doet, dat je hem steeds vaker moet gaan opladen. Dus eigenlijk de capaciteit van je batterij gaat heel erg omlaag. In Eindhoven werken ze daarom aan de oplossing die al deze problemen in 1 keer moet oplossen. Een verliesvrije batterij die werkt op het supergoedkope zout en water. En dat zijn eigenlijk 2 materialen waar we meer dan voldoende van hebben. En het principe hoe het werkt is eigenlijk vrij simpel. Water en zout, die breng je bij elkaar en je krijgt warmte. Zo simpel? Zout houdt eigenlijk van water. Dus als jij hier droog zout hebt en je hebt een bakje water en je brengt dat samen, dan wil dat zout heel graag dat water opnemen. En dat zie je in de zomer, zie je dat ook wel eens met bijvoorbeeld wat keukenzout wat je op tafel hebt staan. Als je dat buiten zet en het is vrij vochtig, het gaat bijvoorbeeld onweren, dan zie je dat dat een beetje gaat samenklonteren. En dat komt dus door die interactie van dat zout met dat water. Dus als je ze onder de juiste condities bij elkaar brengt, dan willen ze graag samen met elkaar vermengen. En omdat het zout en het water daar zo gelukkig mee zijn, komt daar dus heel veel energie en warmte bij vrij. Joey doet een simpel proefje. Hij gooit wat water in een glazen potje zout. Het begint meteen al helemaal te bubbelen en te roken en ik kan het eigenlijk al niet meer vasthouden. Zo heet wordt het. Het bubbelt flink nu.
Maar om heel eerlijk te zijn, Joey heeft hier niet een simpel potje keukenzout gepakt. Daar komt ook wel wat energie bij vrij, maar dat effect is veel minder groot. Dat zie je bijna niet. Dit is een ander type zout. We hebben wel honderden verschillende zouten op de wereld. Zeezout, keukenzout, badzout, bakpoeder, soda. Sommige zouten die kunnen iets meer warmte afgeven dan andere. Dus wij moesten natuurlijk wel in het begin op zoek gaan naar wat is het juiste zout. En de winnaar? Kaliumcarbonaat is de winnaar. Wat eigenlijk een beetje veredeld bakpoeder is, om het zo te zeggen. En dit materiaal is veilig. Er is genoeg van aanwezig. Het is super geschikt voor de zoutbatterij. En ook niet onbelangrijk, het is mensvriendelijk. We gaan een zoutbatterij maken die bij mensen thuis staat. Dus je wil wel iets hebben wat veilig is, wat geen giftige dampen afgeeft. Of wat bijvoorbeeld corrosief is. Dat wil zeggen dat het door andere metalen heen kan vreten, zeg maar. Kijk, dat wil je natuurlijk niet in je huis hebben. Dus dat is een eerste selectie die je maakt. Natuurlijk moeten mensen straks ook die warmtebatterij gaan kopen. Dat komt bij iemand thuis te staan. Dus iemand moet daarvoor gaan betalen. Dus je wil graag een materiaal hebben wat ook zo goedkoop mogelijk is. Dan ben je natuurlijk op zoek naar een materiaal wat genoeg interactie met water wil hebben. En waar dan ook nog de juiste temperatuur en warmte uitkomt als je dat water en dat zout samenvoegt. Want als jij je huis wil verwarmen, dan ben je natuurlijk op zoek naar iets wat warmte af kan geven op een temperatuur dat jij ook prettig thuis zit in de winter. Dus je bent niet op zoek naar een zout wat maar 20 graden of maar 15 graden als warmte afgeeft. En kaliumcarbonaat die kan gemakkelijk 60, 65 graden aan warmte afgeven. Kaliumcarbonaat heeft het allemaal. Dan nu, de machine bouwen. Joey laat ons de eerste proefdemo zien. Nu nog een beetje experimenteel. Zit met wat buizen en folie aan elkaar. En Joey rijdt hem op een soort lunchkarretje binnen. Dus dit is onze zoutbatterij. Eerst heb je een heel groot vat waar natuurlijk je zout in zit. En je hebt een heel klein vat daar waar je water in zit. En door buizen zijn die met elkaar verbonden. Dus stel, je wil je huis graag verwarmen. Kwestie van kraantje water opendraaien en mengen maar? Nee, ik zou niet zomaar het kraantje opendraaien. Want het eerste wat je ziet gebeuren is dat al het zout verdwijnt. Dan komt er ook in één keer heel veel warmte vrij. Ja. Maar daar hebben we eigenlijk niets aan. Want dan kun je hem één keer gebruiken, maar daarna doet hij het niet meer. Wij proberen heel gecontroleerd en eigenlijk heel rustig dat water bij dat zout te brengen. En daarom voegen wij ook niet vloeibaar water toe. Maar proberen wij dus waterdamp toe te voegen, zodat het wat rustiger gaat en dat het wat gecontroleerder gaat. Dus wij blazen eigenlijk droge lucht langs een bakje water. Die lucht wordt vochtig en via deze buis gaat het dan naar het zoutcompartiment, waar het water in het zout gaat zitten. En dan komt de droge warme lucht, die komt dan uit het zout. En die kun jij gebruiken om te douchen of juist te verwarmen. Goed, dit is de manier waarop de batterij warmte afgeeft. Maar hoe slaat die energie op? En dat is waar het allemaal om gaat. Dan doe je het omgekeerde. Dus dan ga je warmte van bijvoorbeeld je zonnepanelen, stop jij in de batterij. En dan gaat er dus warme, droge lucht, die gaat dan naar het natte zout. En omdat er warmte bij komt, gaat dat water, dat kruipt eigenlijk weer uit dat zout. Die gaat terug naar het bakje water. Het water blijft achter. En de droge lucht, die gaat weer naar je ventilator toe. En het begint weer helemaal opnieuw. Totdat eigenlijk al het water uit je zout is. En dan is je batterij volledig opgeladen. Bijvoorbeeld door zonne-energie kun je het zout en water weer netjes van elkaar scheiden. Dat is heel belangrijk, want zo raakt de batterij weer vol en kan die weer opnieuw energie afgeven. Ja, als je de batterij dus helemaal wil opladen, dan moet je dus voor zorgen dat al het zout wat hierin zit, dus helemaal droog wordt. Eigenlijk het allergrootste voordeel wat we hebben met de zoutbatterij, is dat het verliesvrij is. Dus als ik zorg dat mijn batterij opgeladen is en ik hou het water gescheiden, dan kan ik mijn energie voor altijd opslaan. Voor maanden, voor jaren, voor dagen. Net wat ik wil. En een opgeladen zoutbatterij. Beetje afhankelijk van de grootte. Hoeveel energie kan die geven? Ik heb hier één losse zoutmodule. Zoals je straks ook in je huis komt te staan. En die zoutmodule is gevuld met heel veel zout. Ongeveer 20 kilo. Kijk, dit is natuurlijk een enkele module. Maar je kunt je voorstellen dat je als gezin natuurlijk behoefte hebt aan wat meer. Nou, dat is heel makkelijk. Je kunt er gewoon meerdere op elkaar stapelen. Doe ik dat met ongeveer 20 modules, dan heb je eigenlijk een beetje het formaat van een grote Amerikaanse koelkast. Dan kan een gemiddeld gezin eigenlijk de hele winter wel overbruggen. Maar ben je nou single of heb je een klein appartement? Geen probleem, je kunt de zoutbatterij zo groot of klein maken als je zelf wil. In Eindhoven testen ze er zelfs al eentje zo groot als een zeecontainer. Je kunt natuurlijk ook een heel appartementencomplex gaan verwarmen.
En voor dat hebben we eigenlijk een hele grote zeecontainer gevuld met zout. Hij werkt, ja, op dit moment. Hij is getest en hij doet op dit moment wat hij moet doen. En waar we natuurlijk eerder over hebben gehad bij die fabrieken, waar heel veel warmte eigenlijk over is, dan kun je die zeecontainer naar die fabriek brengen. Daar doe je de hele zeecontainer opladen. En die zeecontainer, als die is opgeladen bij die fabriek, breng je weer terug naar de wijk of appartementencomplex, waar hem weer aansluit op de vaste unit. En voor iedereen die op dit moment zijn huis aan het verduurzamen is, wanneer kunnen we die zoutbatterij verwachten? Eigenlijk is de hoop dat binnen 5 jaar of zo wel de eerste zoutbatterij bij mensen thuis staat. Maar de eerste demo's die staan al bij mensen thuis. In Eindhoven op dit moment staat er eentje. In Polen en Frankrijk worden ook geïnstalleerd om de verschillende klimaten natuurlijk te testen. Dus eigenlijk staat de eerste zoutbatterij al bij iemand thuis op dit moment. Maar wetenschappers zouden geen wetenschappers zijn als ze niet voortdurend dingen nog beter willen maken. Zo proberen we bijvoorbeeld de levensduur van het materiaal te verlengen, want het gaat natuurlijk al heel wat cycli mee, dus je kunt hem al heel vaak opladen en ontladen. Maar we willen eigenlijk dat hij gewoon 1000, 2000 of misschien wel 10.000 keer opgeladen en ontladen kan worden. Het principe van hoe het werkt, dat kan ook eeuwig. Je kunt eeuwig water erbij, warmte eruit, warmte erin, water eraf. Dat kun je 1 miljoen keer doen. Dat principe werkt altijd. Alleen werken wij dus ook met bijvoorbeeld zout, tabletjes. En wat zouten doen, als er water in gaat, dan gaan ze een beetje uitzetten, een beetje krimpen, uitzetten, krimpen. Dat doen ze dus elke keer als je oplaat en ontlaat. Net als een ballonnetje wat constant opblaast en krimpt, dan zie je dat ballonnetje een beetje slap wordt, een beetje gerimpeld wordt. Nou, zo gaat dat met zout eigenlijk ook. Dan komen er wat scheurtjes in, dan gaat het materiaal een beetje veranderen. En dan kan het zijn dat het materiaal zich toch net iets anders gaat gedragen. En dan kan het zijn dat het misschien over 10 jaar zo is, dat jij je zouttabletten of je zoutpoeder moet vervangen. Maar wat wij eigenlijk willen doen, is zorgen dat je nooit hoeft te vervangen. Dus dan de leven lang meegaat. Dat is Joey's taak. Hij probeert hier een oplossing voor te vinden. Nou, dan zijn er eigenlijk verschillende dingen die je kunt proberen. Zoals een coatingje eromheen leggen, zodat je eigenlijk een soort zakje om het materiaal brengt. Maar zo kun je ook denken aan bijvoorbeeld sponsjes waar je het zout instopt. Want die sponsjes, net als een keukensponsje, dat is heel flexibel materiaal. Dus als dan dat zout constant opblaast en weer krimpt en dat sponsje dat kan meerekken, dan heb je dus helemaal geen problemen meer. Naast het perfecte zout is Joey nu dus nog op zoek naar het perfecte sponsje. Ik knutsel de komende jaren nog even door om die sponsjes echt tot het perfecte materiaal te maken. Ja. Veel succes, Joey. En jij? Tot de volgende podcast van de Universiteit van Nederland.